ook in Balkbrug stil bij het restaurant die omwille van de coronamaatregelen gesloten is. Aan het wandelen met de baby, hoe oud is die? Mogen we even, bijna 4 maanden. Mogen we even filmen? Kijk eens aan, wat is dat? Jong of een meisje? Een meisje. Ja, en hoe is het met een baby in deze coronatijd? Ja, wel anders dan wat we verwacht hadden. Ja? Hoezo? Ja, het is ons eerste kindje. Ja. Dus dan wil je het graag aan andere mensen laten zien. Ja, ja. Maar we proberen daar wel een beetje voorzichtig mee te wezen. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp dus het is wel een beetje anders. Dus maar je kunt de vreugde niet helemaal delen zoals je gewend bent, zeg maar. Nee, niet zoals we misschien zouden willen. Oké. Okay. Maar los van de baby? Ja, ik denk wel dat we met z'n allen er wat van moeten maken. Als we met z'n allen ons er niet aan houden. Ja, ja. Maar je bent wel hoopvol dat het ooit goed komt. Ja, ja. Dat blijven we wel. Ja, oké. Fijne dag en bedankt voor de reactie hoor. En veel plezier met de baby. Ja, komt goed. Dank u wel. Ja, dag. Ik vond ook in Balkbrug. Balkbrug is ook niet coronavrij. Toch? Nou, coronavrij. Dus waar gaan we het dan nog niet weg? U weet niet van besmettingen? Jazeker. Ja? En uw directe omgeving, bedoelt u? Nee, en wij niet. Nou, we wonen helemaal op het platteland, helemaal achterbij. Ja, ja. Hoe ervaart u deze tijd? Want de laatste cijfers, 8100 en zoveel nieuwe besmettingen. De regering heeft nieuwe maatregelen getroffen. Raakt u dat? Nou, ik vind dat goed. Om mij gaat alles dicht. Oh ja? U zegt het moet strenger? Jazeker. Oké, we moeten het onder de knie krijgen, onder de duim zeg maar. Daarom. Ja, nou, u werkt eraan mee? Ik doe eraan mee. Ja, u gaat niet mee naar de kroeg of ging u? Niks. Nee, u leeft sober zeg maar. Nou, heel sober. Ja, fijn weekend en bedankt voor uw reactie. De corona, hè, dat volgt u waarschijnlijk ook met veel belangstelling? Ik volg dat natuurlijk, zoals iedereen. U kent de cijfers van vandaag? Nee, ik heb de cijfers van vandaag nog niet gehoord. 8140 geloof ik. Nee toch? Ja, dus het loopt steeds op. Wat vindt u? De maatregelen zijn van kracht sinds een paar dagen? Ja, ik vind dat ze toch goed bezig zijn met die maatregelen. Ja. Dus ik ben er volledig mee eens dat we toch een hoge mate van voorzichtigheid in acht moeten nemen. Ja. Dus ik kan me daar heel goed in vinden. Ja, vindt u het lastig? Want we zijn nogal beperkt, hè? Absoluut niet. Geen leuke dingen meer waarschijnlijk, toch? De komende weken, sorry. Ja, maar het is maar net wat je gewend bent natuurlijk. Ja. Oh, ja. Dus ik heb daar... Mijn leven is niet veel anders, zeg maar, als dat het voor die tijd was. Ja. Met dat verschil misschien dat we minder snel, minder frequent het restaurant kunnen bezoeken. Ja. Minder makkelijk op het terrasje kunnen gaan zitten. Ja, ja. He, maar goed, ik ga er toch vanuit dat de tijd weer komt dat we dat wel kunnen. En dat het een tijdelijk iets is. U blijft hoopvol tot er een vaccin is. Tot er een vaccin is en dat kan naar verwachting toch nog wel enige tijd op zich te wachten. Ja, dat klinkt zo. Trouwens, kent u mensen die besmet zijn in uw directe omgeving of ziek zijn geworden? Nou, mijn schoonmoeder is besmet geweest. Ja. 95. Maar nauwelijks ziekteverschijnselen, dus dat is heel goed afgelopen. Oké, ja, ik hoorde ook iemand van 106 jaar die besmet was en er ook weer bovenop is gekomen. Dus fijn om dat te horen. Maar goed, we moeten even verder volharden tot het beter wordt. Absoluut. Ik dank u wel voor uw reactie. Fijne dag nog. Meneer, goeiedag. Mag ik even wat vragen? Ja, dat. U hebt een mondkapje op, zie ik. Ja, het is volop coronatijd. Hoe is dat voor u met de nieuwe maatregelen die deze week zijn ingevoerd? Hoe ervaart u dat, als ik vraag maar? Want u hebt boodschappen gedaan. Was het druk in de supermarkt trouwens? Nee, voor mij. Houden mensen nog een beetje afstand? Dat wel. Ja. Maar er zijn nog altijd mensen die... geen mondkapje op hebben. Ja, en u doet het wel bewust consequent. Ja. Ik zie dat uw brilglazen beslagen zijn. Ja, is dat niet irritant? Ja, dat is echt bijzonder irritant. Ja. Ja, ja, maar u doet het omdat u denkt of u overtuigd bent dat het nodig is. Ik vind het wel nodig, ja. En weet je, ik vind als iedereen daar aan meedoet, dus de gouden zijn misschien van al die toestand af. Ja. Maar als je het journaal bekijkt, zijn er nog altijd mensen die denken, het zal wel overgaan of zo. Ja, ja, ja. U bent het met de beperkingen eens die het kabinet heeft ingesteld deze week? Ja, Ja. Vindt u het lastig om ze, ja, alles is dicht, hè? Kroegen zijn dicht, restaurants zijn dicht, het sociale verkeer is ook beperkt. Hebt u er last van? Nou, ik woon hier lekker nog rustig, maar ik denk als je in een grote stad woont, ja, dat het wel wat moeilijker is dan hier nog. Ja. Zijn het moeilijke tijden om hoopvol te zijn, want er komt toch heel veel op ons af? Ja. Hoe ervaart u dat zelf? Nou ja, ik vind wel even waar wij natuurlijk dat je geen mensen op bezoek kunt krijgen. Ja, ja. En wel veel mensen. Maar ja, als het echt strenger gaat worden, ja, ik heb hier een broer wonen en het schoonzus. Ja, die komen dan niet. Ja, precies, precies. En ja, kijk, en als je een doelgroep zit in een leeftijd, ja, dat speelt natuurlijk ook een rol natuurlijk. Precies, het risico kwetsbaarder, risico is groot. Geen sterkte met de situatie. Ja, dank u wel. Dag meneer. Voor het fijn gesprek.